Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe video. In deze vlog neem ik samen met Simon jullie mee op onze reis naar Jamaica in samenwerking met TUI. Toen we van het vliegtuig stapten was het echt super warm en dat was echt even een shock, want het was keikoud in België en in Jamaica was het 30 graden. De eerste dag hebben we gewoon gechilled, het hotel verkend, gezwommen en ook een strandwandeling gemaakt en het was echt super mooi daar. Dus we waren heel benieuwd naar de volgende dagen. Hallo iedereen, goedemorgen. We zitten op een bus. We zijn opgestaan om 6 uur 's ochtends, want we gaan vandaag op een dag uitstap. Ja. Het is nu 8 uur, dus we zijn al even wakker. Maar we zijn nu gestopt met de bus bij Juicy Patty. Zoiets typisch van hier. Ja, geen idee wat we gaan krijgen, maar... We krijgen ontbijt. Want we moeten nu 2 uur op de bus zitten. Ja, het is wel even rijden, maar we gaan wel leuke dingen zien. Ja, en we nemen jullie mee. Yes, we nemen jullie heel dag mee en ik laat jullie ook direct zien wat de Juicy Patty is. Ja, en een taste test. Ja. Dit is de patty. Bladerdeeg en gevuld met kip. Mastine is vegetarisch. Ja. Met een zat cheese genomen, maar daar zit ook beef in. Ja. Ik heb echt het gevoel dat je kei dicht met je camera tegen mijn hoofd zit. Gelukkig dat ik geen hap had genomen, want ik zei cheese. En ik deed dat open en ik zag vlees daarin. En Simon proefde en ja, er stond vlees. Maar gewoon. Vind je het wel lekker? Ja. Ik ben blij dat ik er 2 mag. Ja. Oké, we zijn aangekomen bij de eerste stop. Een rum brouwerij, Appletons Estate. En we krijgen nu een welkomstdrankje met rum in op lege maag. Ik een beetje raar begin te praten, sorry. Oké, dit is de rum punch. Dat ruikt echt mega straf. Oh, minder straf dan. Het proeft super zoet of zo. Maar je proeft ook wel de rum. We gaan sugarcane proeven. Ja, mag dat niet inslikken of wat? Nee, je moet de juice uitkouwen. Alright, klaar? Ja, proef maar. Uitspuwen daarna. Is dat lekker? Dat is lekker. Het volgende dat we mogen proeven is sugarcane juice. Wow. Dat was echt goed. Ja, wat smaakt dat? Heel zoet. Oké, wat is dit? Ik ga nou gaan proeven. Oh nee, pure rum. Dit wordt mijn ondergang. Ik voel daar een plekje voor ons. Ja? Oké, dat was een heftige stop. Ik ben een beetje dronken door alles te proeven. Hij moest ook alles van mij proeven. Omdat ze het niet lusten. Dus. Ja. Maar nu gaan we naar de volgende stop. Watervallen. Super mooi, heb ik online gezien. Ik ben benieuwd. Ja. Watersloepen gekocht. En we gaan nu naar de watervallen. Oké, de watervallen waren super leuk. En nu zijn we aangekomen bij de laatste stop. De Pelican Bar. Er is een bar in de verte. Ja, die bar. Ja. 2 kleintjes. En daar gaan we nu naartoe met de boot. Oké, mijn haar is ontploft. We zijn er. Het is een vijfje. We all looking for our Good morning! We zijn de volgende dag. We liggen aan het zwembad. Het is super warm, dus we gaan direct in het zwembad springen. Vandaag is het eigenlijk een chillere dag. We hebben geen activiteiten op de planning, dus we gaan gewoon genieten van het goede weer. Van het hotel, van het lekkere eten, van het zwembad en van de zee. Straks gaan we denk ik ook even op het strand gaan liggen, want dat is wel echt super nice. Ik zal even het zwembad tonen aan jullie. Dit is 1 zwembad.
En daar is nog een zwembad. Met een bar, daar gaan we ook naartoe. En dan daar heb je het strand en de zee. Daar gaan we ook eens liggen, hè? Misschien in de namiddag of zo. Ja, inderdaad. We hebben lekkere nachos. We hebben net aquagym gedaan. Oh ja! Avocado. Guacamole. Die aqua ding was echt nice, hè? Ja, de aquagym was leuk. Vroeger lachte ik daar altijd mee, maar nu was ik een goede workout aan het krijgen, man. We gaan nu even eten. Ja. En dan gaan we nog een beetje zwemmen. Ja. Hallo! We zijn even op de kamer gegaan, want we merkten dat we allebei super rood zien. Heel mijn hoofd is verbrand en Simon zijn neus. Maar we gaan nu naar het strand. En dan gaan we ons straks klaarmaken voor sunset, want we willen mooie foto's maken, leuke video's maken. We zijn avonden voor ons klaargemaakt. Het is mijn put. Het is een beetje storm buiten, maar we willen wel foto's maken. En dan gaan we iets drinken. De zon is bijna weg, maar we hebben super mooie foto's gemaakt die nu in beeld ploppen. En wat gaan we nu doen? We gaan nu gaan eten, hè? Ja. Allee, we gaan gaan reserveren. We gaan Aziatisch eten. Ik vind dat super lekker. Yes. En hopelijk is het geplaatst in het restaurant. Tot straks. En die persoon zit heel dat dingen te verkopen aan ons. En was het heel te aan het storen ook tijdens het foto. Was heel te aan het roepen. Wiet, wiet. Ja. Ja, dat heb je hier al echt in Jamaica. Iedereen verkoopt hier wiet. En we zeggen altijd van nee, we willen dat niet. En toch blijven die aandringen. Omdat we er denk ik jong uitzien of zo. Ja. Maar ja, niets aan te doen. Hier gaan we eten. Yo. Ja. Bye. We zitten in het Aziatisch restaurant. We hebben net onze drankjes gekregen en er is buffet, denk ik. En ook à la carte. Dus ik heb echt super veel zin in sushi en lumpia's en al die dingen. Hallo iedereen! Hallo! Wij zijn onderweg met de bus naar een andere activiteit. We gaan namelijk een cruise doen op de Luminous Lagoon. Dat is een soort van meer of rivier. Maar die geeft licht als er beweging in is, in het water. Het is nu sunset eigenlijk bijna, want we moeten dat doen in het donker. We zijn al lang op de bus, we hebben een paar snacks gekocht onderweg. Maar nu moeten we snel door, want iedereen gaat op de bus. Maar we houden jullie op de hoogte. Ik ben heel benieuwd. Oké, we zijn na een 3 uur busrit aangekomen bij de vertrekplaats van de boot. We hebben een boot en een shorty. Echt benieuwd. Ik hoop dat we er iets van gaan zien, want het hangt blijkbaar af van de weersomstandigheden of je veel licht gaat zien in het water of niet. Dus laten we allemaal hopen. En Simon durft niet in het water te springen, maar ik denk dat ik het wel ga doen. Puur voor de video, voor de foto. En voor jullie. Ik ga het doen voor jullie. En hopelijk krijg ik Simon ermee in. Ja. Chillings op de boot. De zwembesten. Ik denk dat het echt disappointing gaat zijn. Ja, ik denk dat het er mooier uitziet op de foto dan in het echt. Ja, alleen op de marketingfoto's. Ja. Maar we zien wel. We zien. Goedemorgen iedereen. We zijn ondertussen de volgende dag. Gisteren heb ik niet super veel kunnen filmen in de Luminous Lagoon, want mijn camera gaf het gewoon heel donker weer. Maar we hebben beelden met de gsm genomen. Het water gaf wel degelijk licht als je bewoog, maar het was heel moeilijk om op camera of op video te tonen. Omdat het ook heel miniem is eigenlijk. Je kunt het enkel zien met het blote oog. En misschien met heel goede cameralens. Maar het water was wel super warm. Er zaten ook geen dieren in het water. Dus Simon en ik zijn er direct ingesprongen. Het was echt zalig en het was ook volle maan. Super mooie sterrenhemel. Dus we hebben er echt van genoten. Vandaag hebben we eigenlijk gewoon een hele dag dat we in het hotel gaan blijven. We gaan van het
zwembad genieten. We gaan leuke foto's maken. We gaan vanavond goed gaan eten, cocktails drinken. Want gisteravond waren we super moe na onze reis, want het was ook een lange busrit terug. Dus we zijn direct gaan slapen. En vandaag ga ik heel veel vloggen. Ik neem jullie heel de dag mee. Maar we gaan nu gaan ontbijten. Het is 9 uur. En dan gaan we een plekje zoeken aan het zwembad of op het strand. We weten het nog niet zo goed. Daar is het ontbijt. Het is de eerste keer dat we eigenlijk via deze kant gaan. Het is kei raar. Ja. Kijk die vogels daar. Hallo daar. We zitten op het strand en we zijn nu aan het wachten voor onze surfplanken. We gaan zo... Ja, gewoon op een bord staan met een pedal. Ja. Met zo'n... Allee, hoe noemt dat? Pedalen? Een pedal, ja. Ja, een pedal. En dan gaan we de zee op. Oké, we zijn aan het pedalen. Simon is een beetje achter, daar. Maar we waren te ver gegaan, want we wachten tot de rode boeien. We waren veel te ver aan het afdrijven. En nu zijn we echt al een half uur aan het pedalen om het strand te bereiken. Maar het is echt nog ver. Maar het is wel een vibeje. Het is echt wel zalig en het water is ook super mooi. En Stilo, wat is je man? Het is echt leuk! Het is echt een coole vibe. Hallo guys! Het is ondertussen 6 uur. We hebben eigenlijk gewoon heel de dag gezommen, gechilled, aquagym gedaan. En we zijn ons nu aan het klaarmaken. Ik heb een XXL Avoverse hoodie aan van Avo en Kado. Want ik wil van die cozy foto's op het strand met een oversized hoodie. En deze is wel cool, vind ik. En daarna gaan we ons verder klaarmaken om te gaan eten in een themarestaurant. En om te gaan drinken en dansen. En er is een Kahoot quiz vanavond. Vorige keer was er ook een Kahoot quiz. We hadden meegedaan. En we waren echt zo super goed bezig. En dan waren we de laatste vragen heel de tijd fout. En waren we achteraan geëindigd. Maar nu gaan we het beter doen. Kijk hoe mooi die wolk is. Echt crazy. We zijn helemaal klaar om te gaan eten. Ik heb dit kleedje aan. Echt een van mijn lievelingskleedjes. Ik had het ook aan bij de opening van Avocado. Het is van Essentiel. Goeiedag, we zijn de volgende dag. We hebben het geweldige idee om te tennissen in de blakende zon. Lukt het tennissen? Ça va, het is lang geleden, hè? Ja, ik heb dat vroeger nog als kind gedaan, dus het zit er wel een beetje in, maar het is heel lang geleden bij mij. Het zit er nog een beetje in het zak op. Ja, ik kan nog opslag, ik kan backhand, forehand, ik ken alle stapjes. Ja. Ik ga dat met mijn kop gedood. Echt? Ja, het is echt veel te warm. Oh! Oh my god. Dat is echt ijswater, hè? Oh. De deugd. Oh, ja, eigenlijk wel echt wauw. Hallo iedereen. De dag is aangekomen. We're leaving. We moeten naar huis. Geen zin in. We gaan nog snel even iets drinken, iets eten, want we hebben nog even tijd voor onze pick-up. En dan gaan we naar het koude België. Alles komt een eind. We gaan nu naar de sportsbar. Want ik heb een lange broek aan. We hebben al een beetje warme kleren aan voor het vliegtuig. En daar is het lekker fris. Perfect. Dus we passen ons al een beetje aan België. Laatste nachos. Ja. Dus we gaan nu naar huis.